Voorheen werd er bij het wassen veel water gebruikt. Denk aan zo'n 11 liter water om 1 kilo wasgoed te wassen. Maar dankzij nieuwe technieken heeft men het kunnen verminderen naar 2,8 liter voor 1 kilo wasgoed. Kees Groen van Wasserij Schoen laat stap voor stap zien hoe wassen op een duurzame manier in zijn werk gaat. De was wordt gesorteerd in hoe het verder behandeld moet worden. Dan gaat het grootste gedeelte van de was gaat in bulk, dat is voor wat in de wasstaat wordt gewassen. Dan wordt het ingegeven in ons computersysteem om te zorgen dat we intern kunnen zien waar de was uithangt, zeg maar, onderweg. Daarna wordt het gewassen. En ja, daarna wordt het uit de wasmachine gesorteerd op de manier waarop het verder droog gemaakt moet worden. Dankzij innovatieve technieken en slimme processen kan het verbruik van gas en elektra gehalveerd worden. Je kunt dus denken aan het feit dat je motoren kan aansturen met frequentieregelaars, waardoor je motoren niet sneller laat starten dan strikt noodzakelijk is. Je kunt bijvoorbeeld aan ventilatoren denken die meestal altijd veel te hard draaien. En via frequentieregelaar kun je dat reduceren, waardoor je en het geluid kan reduceren en ook het elektragebruik. Wat wij hier dus hebben is dat we het afvalwater lozen op het riool eigenlijk 2-3 graden hoger dan dat het binnenkomt. Nou, het water, daar kun je in een wasserij natuurlijk heel veel dingen mee doen. Wij vangen dus van alle daken die wij hebben van panden en van de buren vangen we al het regenwater op. Dat filteren we en dat mengen we met leidingwater en dat wordt dan onthard en dat is zeg maar ons waswater. Dan is het zo dat het water wat van de bulk afkomt, van de wasstraat, dat wordt extra gefilterd en gebruikt voor het eerste deel van de bedrijfskleding. Ja, en dat geeft enorm veel besparingen aan water. Je moet je voorstellen dat die wasstraat die we nu hebben, die gebruikt ongeveer 2,8, 2,5 liter per kilo wasgoed. En als je zo'nzelfde wasproces in je eigen wasmachine thuis zou doen, dan moet je rekenen dat je ongeveer 12, 13 liter kwijt bent. Op dit moment zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen in de branche. Dus vooral machines die veel zuiniger omgaan met allerlei met elektra, perslucht, werkhoogtes. En dat voor mensen dat ze gewoon prettig op hun eigen hoogte kunnen werken. Ja, duurzaamheid is in de wasserij heel belangrijk. Want je hebt eigenlijk met allerlei dingen te maken. Met water, elektra, gas, afvalstromen. Dus er is heel veel in te doen.